Hij was een gevierd schrijver, maar tegenwoordig is hij pannenkoekenbakker. Marcel van Roosmalen uit Velp schreef 2 boeken over Vitesse. Maar na een storm van bijtende kritiek gooit hij het nu over een andere boeg. In een geel-roze bus probeert hij een oer-Hollands product aan de man te brengen. De nieuwe passie van Marcel van Roosmalen is pannenkoekenbakken. Na de verontwaardigde reacties op het boek Het Jaar van de Adelaar over de voetbalclub Vitesse heeft hij het schrijverschap vaarwel gezegd. Daarom de pannenkoeken, ja. Ik dacht even back to basic. Even terug naar iets wat iedereen wel wil eten. Van Roosmalen bakt de pannenkoeken samen met Gijs Groenteman. Ik voel me veel meer aangetrokken tot de pannenkoeken dan tot de groentes. En het is in de loop der jaren gebleken dat ik gewoon een uitstekende pannenkoeker ben. Dus dit leek mij een fantastische carrière-mogelijkheid. We hebben al in Harderwijk gestaan en daar hebben we 23 pannenkoeken verkocht. Het duo mikt op evenementen, zoals deze Velper Donderdag en kinderfeestjes. We hopen op veel kinderfeestjes van bekende Nederlanders te gaan bakken. Maar ik wil ook heel graag op kinderfeestjes van niet-BN'ers. Eigenlijk Gelderse kinderfeestjes. Dat zou het allermooiste zijn, want ik heb begrepen van Marcel dat Gelderse kinderfeestjes eigenlijk de allerleukste kinderfeestjes zijn die er zijn. Wat royale. Zijn. Ja, het zijn leuke, prettige kinderfeestjes. En de ultieme droom? Een pannenkoek bakken voor technisch directeur Mark van Hintum van Vitesse. Die krijgt een heel klein, lekker pannenkoekje. Dat is dan 5 keer 3,50 is 35.